Je staat er helemaal klaar, weet je wel, met artiestenkleding. Ik denk, nou, hè, eigenlijk iemand die er gewoon even helemaal werk van heeft gemaakt. En, god, allemachtig. Gaat het goed, jongen? Ja, help jij mij even de bar op. En toch al 34, weet je. Dames en heren, ik heb een plaats voor Erwin. Waar kom je vandaan? Ik kom net uit Oostenrijk vandaan. Maar ik kom oorspronkelijk uit Lisse. Uit Lisse, de Bonnenstreek. Leuk, hoe oud ben je? Ik ben 30 geweest, al heel lang geleden. Heb je wel eens vaker gezongen op een bar? Op een bar nog niet, maar... Nou, dat is ook de eerste keer. Wat ga je voor ons zingen? Ik ga zingen over mijn laatste vakantie. Gezellig. Dames en heren, geef een applaus. Erwin! Dankjewel, we kunnen allemaal meedoen. De tekst is heel eenvoudig. Het is gewoon één letter O. Ik hoorde hem niet, sorry. Mag je nog een keer? Tuurlijk. Ja, dankjewel. Op vakantie in een Spaanse kroeg zag ik een mooi meisje aan de kroeg. Wil jij me even brengen naar mijn tent? De nacht dat heet, maar het duurde niet lang. Toen kwam die gozer en bleek haar man. Hoe doe maar werd ik op straat gezet. En ik dacht... Of Jennifer alvast even klaar wil gaan staan, dames en heren.
Hartstikke idee. Nee, niet. Ja, fantastisch. Jij hebt volgens mij ook een gigantische dingen conditie na vanavond. ja, nou, zoals al gezegd, het fantastische en zoveel energie er in dat optreden zat, dat om te beginnen. Maar ik heb wel één dingetje wat mij opviel. Ik ken het nummer niet goed genoeg om precies te kunnen oordelen of dat intentioneel ook zo is. Maar er stond een tweede stem, of was dat zelfs de eerste stem op de band? Dat weet ik dus niet. Is dat de tweede stem? Kijk, het de tweede stem is. Het voordeel is dat je de stem daardoor veel voller klinkt. En daardoor klinkt het ook een stuk mooier. Maar het nadeel is dat wanneer je niet gelijk zingt met het koor op de achtergrond, dan valt het ook meteen op. Dus heel belangrijk met de tweede stem op de band is wel dat je gelijktijdig zingt met de band. En dat ging af en toe weer een keertje fout. Verder, ja, ik kan duidelijk zien dat niet de eerste keer sta je op het podium staat, want je weet het publiek fantastisch te bespelen. En je hebt een energie zoal gezegd. Nou, het zingen zit ook allemaal helemaal goed, dus verder is het allemaal perfect. Ja, ik vind het leuke van Erwin, vind ik, dat hij goed inspeelt op de zaak waar hij optreedt op dat moment. En dat vind ik wel, ja, dat vind ik toch wel leuk, weet je wel. Dat is, ja, hij speelt goed in, daarop. En hij verkleedt zijn eigen, want hij zet gewoon rustig zijn mutsje op en zo. En ja, dat zijn toch van die hele kleine dingen waar je op let dan op dat moment. En zeker in de schieren verhalen. Maar wat dat betreft, Erwin, hartstikke leuk, jongen. Erwin, ik kan je in je zak steken. Erwin, wat ben jij? De hoer van het bedrijf, mensen. Hop! Ja, Erwin! Leuk dat je er bent. Kom erbij. Pok. Oeh. Zo, dat gaat altijd. Je gaat weer het nummer van Starkout doen, hè? Heb je nog een beetje energie? Oh ja, het nummer, ja. En hij, het nummertje van Doe Maar in de uitvoering van Starkout. Dames en heren, maak een applaus, Erwin! Oké, Ski Hut, zijn jullie klaar voor? Dat doen we allemaal even mee, we gaan springen! Dat kan hoger! Don't, 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 don't
Oh, dames en heren, ik moet het nog wel zeggen. We worden vanavond gefilmd door Star TV Rotterdam, dames en heren. Ja, niet te minste, Star TV Rotterdam. Dus ma! Ma, ik ben op tv, ik sta hier, dus dames en heren, dus toch hier gewoon in beeld komen, weet je wel. Slij gewoon even. Dan ga ik even naar. Bim, wat vond je ervan? Ja, ik heb het net al gezegd dat Erwin zijn eigen ambt was, een lekker miljoen. Waar hij ook speelt of zingt, hij past zijn raam aan de tent waar hij in zit. En dat is duidelijk te merken. Kijk, en dat is hetgeen wat je ook nodig hebt in het land. Als je hoeft niet alleen maar goed te kunnen zingen, maar je show, de hele ambiance erin brengen. Nou, fantastisch. Kan niet beter. Ja, ik ga er nog eigenwijs iets tegenover zetten, want ik ben wel met een hele fantastische aanpas aan de zaak hier zo. Als jij in je muziek gelooft en je weet zeker dat dat hetgeen is wat je wil, dan vind ik dat je niet moet aanpassen aan de zaak, maar dan moeten dus mensen je allemaal leren kennen als zanger of zangeres. Want dat is hetgeen waar je goed in bent, dat moet je doen. En je moet niet iets gaan doen waar je niet goed in bent. Maar ik vond dit heel erg goed, dus wat dat betreft het past ook bij jou. En ik denk ook wat dat betreft, ik heb nog een andere job voor je. Je hebt zoveel energie. Hij moet de volgende keer niet meer te redden, kan jij het overnemen van hem? Ja? Graag. Ik ben godverdomme al 13 jaar op zoek dat iemand die het over wil nemen, maar we krijgen die zaak maar niet te kort.